Oh, oh nee, papa! Ik moet kakken! Weet je wat echt stinkt? Zes. Balzwee. Hey, jij daar. Mijn naam is Tom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Teen Mac. Ik zit hier met niemand minder dan... It's your boy Levi. It's your boy Levi. Way back day one. Dus echt way back. Als je het niet weet, de eerste aflevering van deze serie, Jongens, Lazy Girls, was ooit met Levi. Even een throwback. Mijn naam is Tom. En ik ben Levi. En wij zijn jongens. En nu de laatste aflevering ook. Nee. Wow, nee. Dit is zo lang geleden. Ik zat toen op 17.000 abonnees of zo. Jij hebt 1000. Ja, als we kennen elkaar net. Omdat we samen Space wilden gaan doen. En toen voordat de Space begon in het Nederlands, dat begon het stiekem nog even in het Engels, dat niemand weet. Maar het hele ding is, er is zo vaak in de comments gevraagd, maak weer ooit zo'n video met Levi. Nou, we zijn allemaal een beetje oud aan het worden. Here I am. Heel oud. Ja. En groot. En stout. En stout en dat wou je zeggen, hè? Stout? Ja. Nee. Oh, ik dacht je gaat rijmen. Nee. Hoe gaat het met Levi? Het gaat goed met het Levi. Het leven van Levi. Ja, gaat goed. Hoe voel je je? Hierbij. Gewoon ja, bij deze... ik was zeggen tragedie. Tragedie? Tragedie. Ik toon. Nou weet ik het ook niet. Ik bedoel... Autosnelweg? Autosnelweg. Nee, maar ik wil iets anders zeggen. Ik wil compleet zeggen, hoe voel je je bij deze reunie? Reunie? Dat wou ik ook niet zeggen. Laten we het erop houden dat we weer bij elkaar zijn en dat jij vraagt hoe ik me daarover voel. Ik voel me, ik vind het gezellig. Ja. Ik heb je natuurlijk de vorige keer gezien bij opnames van Space, de nieuwe Space. Ja. En daarvoor hadden we een tijdje even geen contact, toen weer heel veel wel en toen weer niet. Dus al een beetje op en aan. En nu is er weer gezelligheid. Dus nu gaan we gewoon weer een soort van throwback video maken. Ik wil even benadrukken, we hadden geen ruzie voordat het een soort van... Nee, we hadden geen ruzie. Soms een oneenigheid, maar geen ruzie. Ja. En we hebben samen een kind, dus we kunnen ook geen ruzie krijgen. Oké, en wij gaan weer Jongens, Lazy Girls voorlezen, want dat is wat jullie graag wilden. Zullen we het gewoon net zo gek doen als we de eerste aflevering deden? Oh, shit! Oh, nee! Moet ik ook al een blad? Wist je dus, Tom, dat ik op de cover van de girl sta? Ik vind het heel jammer nog steeds dat ik na 30 afleveringen Jongens, Lazy Girls niet de cover heb bereikt. Mijn hart breekt. Wat vraag je aan de vader van Lisa en Lena? Of je Lisa mag Lena? Ja, in deze serie lezen wij jongens voor uit dit blad dat eigenlijk bedoeld is voor... Meiden! Meiden! Moet je alles nog harder praten of zo? Ja, en dan gaan wij voorlezen over dingen die wij niet weten zoals piep en nog een keer piep. Want deze serie wordt toch altijd gedemonetized. Rip dus we kunnen er net zo goed een heel groot feest van maken. Dit zijn de SOA's. Of... Heb je al zo'n SOA gehad, eerlijk? Nee, nog nooit. Oké. Okay. Jij wel? Ja. Welke? Chlamydia? Ja. Chlamydia. Ik was er zo vanaf één pilletje... Wel buikpijn. Ben je geen maagd? Dat mag niet van de kerk. Ik zoek echt een pagina met naam, maar... Pagina of pagina? Pagina. Ja, pagina. Stop daar nou mee! Maar ik had helemaal een goede... Ah! Moet ik beginnen of zo? Ja. Wacht, we doen vlugge vragen. Dat moeten we altijd even doen. In 3, en 2, en 1, 2, 3, 4. Het is een nieuwe muzikale element in deze serie. Zitten we aflevering? Nu moet je meedoen. Even kijken, 3, 2, 1. Ik snap er geen reet van, wat is dit? Dat is gewoon helemaal niet waar ook niet. Kun je haar weer hetzelfde doen? Ik mis dus Levi's oude kapsel. Ja, maar het lukt niet. No homo, maar je oude kapsel was beter. Ik kan ook zo een Mackie gooien. Oké, nu ben gewoon Levi uit 2011 terug. Toen kende ik je niet, zat je nog in de baarmoeder, maar goed. Dit is echt 1, 3, 2, 1, vlugge vragen. Heb je nu een relatie? Nee. Ben je nu met iemand aan het praten? Met jou. Met hoeveel bedpartners heb je gehad? Geen idee. Waar heb je voor het laatst gezoend? Wacht, week, vorige week. Heb je wel eens met een YouTuber gezoend? Wanneer je de YouTuber? Ja, ik ben met de YouTuber. Wisten jullie dat bruine bananen eigenlijk rijp zijn? En... Wist je dat als je een banaan te lang laat liggen dat je dronken wordt als je hem opeet? Nou, dat had ik een keer toen ik 4 jaar oud was. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Jongens met Bananen. Denk je dat deze en ik? Wie de grootste hap kan nemen? Nee, ik kan... Nee, ik ga... Nee, gewoon wie de grootste hap? Weet je hoe erg mensen die gifs zo gaan maken? En dat ze op en neer gaan zo. Kan niet, wat hebben we gedaan? Wat hebben we gedaan? Maar we gingen eigenlijk dit doen. Ga verder. Tips voor de eerste keer. Ik heb een half jaar verkering met een jongen en mijn moeder appt me. Over. Of ik met hem wil daten. Tips voor de eerste keer. Ik heb een half jaar verkering met een jongen. We willen allebei heel graag s***. Zij heeft dat al een keer gedaan, maar ik ben nog maagd. Ik heb geen idee hoe het moet. Ik ben bang dat hij het dan afknappen vindt. Hebben jullie misschien tips voor de eerste keer? Gewoon doen. Nee, doe als je er fijn bij voelt, maar praat erover. Want ja, maar communicatie is belangrijk, toch? Ja. Ja, maar misschien nog wel. Papa! Ik moet kakken! Doen! Oké,
Oké, maar nee, ik zou er gewoon over praten. Dat komt sowieso goed. En gewoon oefening baardkunst. En als je het fout doet, baardoefening kind. Dus dat is niet goed. Ik wil nog even benadrukken in deze serie. Wij zijn geen professionals. Als je een professional zoekt, ga naar de huisarts. GGD. Sense.nl. Ja, makes all sense. Ben ik ontmaagd? Nee. Jij wel? Ja. Oh. Ja, oh. Ik vraag misschien nog wel eerder dan mij. Dan ik. Hallo, ik ben een meisje van 17 jaar en heb gisteren voor de eerste keer gehad. Nou, dan heb je eigenlijk geantwoord op je vraag. Mijn vriend ging voor de helft met zijn penis in mijn vagina. Ben ik nu ontmaagd of toch niet? Nou kijk, officieel is de definitie van ontmaagden dat er iets van een vlies, een maagvlies, breekt of zo. Maar dat gebeurt, dat kan ook gewoon... Maar zeg dat is helemaal niet waar, want de maagvlies is kan niet ook wat je doorboort. Maar dat is niet eens de definitie van ontmaagding is volgens mij gewoon meer dat je gepenetreerd bent. Ja, maar als ik een vinger in mijn eigen oor stop, dan ben ik feitelijk ook gepenetreerd, dus... Ja, maar gepenetreerd bent door een geslachtsdeel. Ja, ik vind gewoon dat je ontmaagd bent. Ik vind dat als je op de half in is geweest, als je wel een soort van ontmaagd bent. Maar als jij zelf de definitie vindt dat het totaal helemaal gebeurd moet zijn, dan moet jij zeggen ik ben niet maagd. Ik heb mijn ouders zien s***en op het bed van mijn broer. Savage. Oké, op de bed van je broer. Zo awkward, ik weet niet wat ik moet doen, ik voel me zo ongemakkelijk. Je ja, moet wat positief ik zou zien, doen. Zeggen ze, dat je ouders gek zijn op elkaar. Oh, dat is wel een goeie. En jij bent ook op deze manier voortgekomen, voort uit het ding gekomen, beide. Ze hebben jou op ja. Die manier gemaakt. Misschien ben jij wel verwerkt in een Dixie-toilet, je weet het niet. Damn. Heel veel tussendoor in deze video. Heel veel tussendoor. Ik heb nog nooit aan jullie gevraagd dat jullie mijn notificaties aan willen zetten. Dus als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even hieronder. Maar doe ook even gelijk dat belletje aan, want dan mis je niet meer uploads. En ik upload veel leuke dingen de laatste tijd. Precies wat hij zegt. Gaan we verder. Door. Hey, ik zit met iets. Ik krijg graag naar lesbische s***, want ik vind het lekker om daar naar te kijken. Ik val gewoon wel op jongens hoor, is dat raar? Nee. Weet je wat het is? Ik kijk ook naar lesbische s***. En ik val ook op vrouwen, dus op zich. Nee, maar kijk, dit is het ding. Dankzij soort culturele stigma's zoals kerk en whatever, hebben het zo gemaakt dat wij in een soort van samenleving leven waarbij heel veel mensen nog vanuit gaan van één hokje gay, één hokje hetero en misschien daartussenin een hokje B. Maar de realiteit is gewoon dat seksualiteit een schaal is. En dat je ook gewoon... Met heel veel vruchten erin en van alle vruchten mag je eten. Letterlijk! Heel veel mensen zijn niet 100% hetero. Er zat mensen die 80% op een ander geslacht vallen, 20% op hetzelfde of andersom. Je kunt overal daartussenin zitten en het maakt niet uit. Als jij dat leuk vindt, dan moet je dat doen. En het hoeft niks te zeggen over met wie jij eindigt. Volg je gevoel. Ik ben ook niet 100% hetero. Like, fuck dat. Je moet het gewoon lekker gaan ontdekken. Je moet gaan met wie je wil gaan. Geniet van de liefde. Je komt er vanzelf af. En niemand, voor iedereen die kijkt, weet je, je bent een nieuwe generatie. Ga niet te veel vragen stellen bij elkaar seksualiteit. Niemand zou zich ooit hoeven te verantwoorden over liefde. Geniet er gewoon van. Ja, het is wel zo. Maar ja. Hè? Zo gezegd. Zo. Zo misschien gedaan. Ik ben een meisje van 14 jaar oud. Ik praat al een tijdje met iemand via Instagram. Maar een tijdje geleden vroeg hij opeens om naaktfoto's. Oh, dat was ik. Moet ik ze sturen? Ja of nee? Nee, sowieso niet. Nooit naaktfoto's. Sowieso niet met je hoofd erop. Ook niet naar je vriendje, als het je vriendje is. Gewoon niet doen. Als hij je naakt wil zien, dan komt hij gewoon opzoeken en dan trek je gewoon een lapdance geven of zo. Meteen het extreemste geval. Nee, je moet gewoon geen naaktfoto's sturen. Want als dat gescreenshot wordt, dan ben je gewoon lul. Don't do it. En als je dan toch doet, doe kop het zonder je hoofd. Herkenbare moedervlekjes, tattoos, herkenbare locaties, whatever. Ja, maar dat is zoveel moeite. Doe het gewoon niet. Zoveel makkelijker. Tattoo. Hij heeft altijd tattoo gezegd. Hey girls, ik had een vraag. Muzikale intermezzo. Als je hebt gehad, moet je daarna nog iets doen. Bijvoorbeeld naar de wc. Sorry, ik mag helemaal niet. Maar heel veel meisjes plassen toch naar de. Je moet sowieso niet naar de wc. Als jij moet plassen, dan moet je naar de wc. Maar heel veel meiden gaan naar de wc even spoelen. Ik zou gewoon douchen, want dan ben je gewoon weer fris. Gewoon daarvoor en daarna douchen. Anders ruik ik gewoon naar. En dat is niet zo prettig als je nog naar de supermarkt moet of zo. Hoe ruikt. Ik heb geen idee. Ik zat letterlijk na te denken hoe ruikt. Weet je wat echt stinkt? Zijstuk. Balzwee. Dat is gisteren hardlopen. Bro, hardgelopen? Ja, ik weet het niet. Ja, het ging ruiken aan mijn onderbroek. En toen gingen we de was. Nee, ik dacht echt van. Dat stinkt balzweet eigenlijk. Balzweet? Heb je wel gedoucht? Ja, en toen maar je ruikt toch ook niet aan je voeten? Dat is toch ook vies? Nee, ik pak gewoon die onderbroek. Ik rook het al gewoon. Ik dacht van. Oh. Maar waarom ruik je naar aan? Kijk, als je aan mijn onderbroek ruikt om te kijken of je vies is, is het een ander verhaal. Maar je trekt zeg maar je onderbroek uit. En dan is het zo. Oh, ik heb net hard gelopen. Ik weet dat ik echt. Hard gezweet. Nee, maar ik rook gewoon een walm. Ik dacht, wat is die walm? Ik kom letterlijk van mijn onderbroek af. Ja, nee, ik verander het vooral. Mooi, ik gewoon de wasmachine. Nou, in ieder geval, laat even in de comments weten of jouw balzweet ook stinkt. Jij bent! Nee, helemaal niet. Lieve girls, Hachoo!
Welkom bij Kortom Kinderopvang. Ik ben 12 jaar, ik vinger mezelf, ik wil het niet, maar het is zo lekker. Ik heb me een tijdje geleden laten vingeren door mijn BFF's broer. Ik ben al een tijdje verliefd op hem, maar laatst vroeg hij of ik met hem naar bed wilde. Voor de verliefdheid zei ik ja. Hij heeft me ontmaagd en deed echt pijn. Ik deed het zonder condoom, ben nu op wijk faken, over tijd ben ik zwanger. Ga naar de dokter! Maar als je over tijd bent, ben je op je 12 al ongesteld? Ja, dat kan. Oh, het wordt steeds jonger. Zit hormonen in het eten? Overheid, help! Oké. Okay. Ja, straks word je ongesteld geboren. Je zet de dingen boel wel op ongesteld, hè? Oké, okay, maar wat ik zou doen is, ik zou vooral lekker met jezelf blijven doen. Ja, doe het fucking veilig, vooral op die leeftijd. Als je, ja, maar doe dat wel. Ja, en niet alleen omdat je geen kind wil, maar ook omdat je geen zoals wil, et cetera. Tafel heeft ook 4 poten, dus op zich heb je geen poten om op te staan als de tafel weg is. Dat vond ik ook ja. Een van de meest wijze lessen die we ooit hebben gegeven hier. Oké. Okay. De moffen komen! Het is maandag 12 uur! Ik ben een meisje van 13 jaar en ik heb een probleempje. Ik heb al 1,5 maand een heel lief vriendje. We willen allebei heel graag zoenen, maar we durven allebei niet. We hebben het nog nooit gedaan en dus hebben we geen ervaring. Ik wil hem heel graag zoenen. Hoe moet dit nou precies? En wanneer is het goede moment om te zoenen? Als jij denkt dat je, als jij dat denkt dat je dat wil en doen, dat was niet nodig. Verder. Dat klonk heel hol. Heb jij geen hart? Nee, ik ben koud. Wacht even, wat deed jij? Zo. Is dat echt of doe je met je tong? Zijn deze twee Mongolen ook aan het doen? Als je wil zoenen, dan moet je lekker zoenen. En als je geen ervaring hebt, is er maar één manier om dat te leren. En dat is door te doen. Dus als jij denkt van ik wil dit en je vriendje denkt dat ook, dan is het geen probleem. En het juiste moment is volgens mij bij echt allebei een heel rood voorhoofd. Ja, laat hieronder weten als je wilt dat Levi en ik nog een keer een video maken. Klik nu in het beeld door naar onze allereerste Jongens en Eens de Girls video. Je wilt deze throwback van harte meemaken. Check Levi's kanaal, misschien hebben we daarop ook nog iets gefilmd. En Levi zit ook nog in een andere video, speelde die. Ja! Grappie! Lekker nou, dankjewel! Ik vind het echt heel leuk. Dat is gezellig. Dankjewel. Doe een klein duimpje omhoog, ben je leuk. Klik hieronder, notificaties aan en tot de volgende keer. Hey! Huts!